Slovenië was onderdeel van Joegoslavië. En het Koninkrijk van Joegoslavië werd aangevallen in april 1941 door Duitsland en de bondgenoten van Duitsland. Vervolgens werd Slovenië opgedeeld door de Duitsers, de Italianen en de Hongaren, die kregen ook een stukje. Hoe zat het nu met Slovenië tijdens de Tweede Wereldoorlog? In deze video leer jij meer over dit land tijdens Wereldoorlog 2. En ik ben hier in Maribor, het gedeelte dat werd bezet door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Maar niet alleen de Duitsers bezetten Slovenië. Ook de Hongaren en ook de Italianen. Daarover later meer. Laten we eerst even kijken naar Slovenië. Wat nu Slovenië is, was onderdeel van het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Italië het westerse gedeelte. Maar het merendeel ging deel uitmaken van het latere Koninkrijk Joegoslavië. De provincie van Slovenië stond bekend als Drava Banovina. In 1941 vielen de asmogendheden, geleid door Duitsland, Joegoslavië binnen en overmeesterden het koninkrijk in 12 dagen. Afgevaardigden van Sloveense politieke partijen probeerden een soort speciale status voor Slovenië te krijgen. Net zoals de Kroaten dit voor elkaar hadden gekregen, alleen de Slovenen waren niet succesvol, want dit gedeelte werd opgedeeld. Het noordoosten van Slovenië werd geannexeerd door Hongarije, het noordelijke gedeelte door Duitsland, het zuidelijke gedeelte door Italië en het westelijke gedeelte, ja, dat was al van Italië vanaf 1920. Het Hongaarse gedeelte stond bekend als Prekmurje, daar woonden ongeveer zo'n 100.000 mensen. De Hongaren lieten de Slovenen daar met rust, de Slovenen konden hun eigen cultuur behouden en werden ook niet gedeporteerd. Dit gebeurde overigens wel in het andere gedeelte van Joegoslavië dat door Hongarije werd geannexeerd. Dan gaan we nu naar het Duitse gedeelte kijken. Nou, daar was het veel minder fijn. De Duitsers wilden hun gedeelte annexeren in het Duitse Rijk. Duits-Slovenië moest voor de Duitsers worden. En dit gebeurde officieel in november 1941. De chef van de SS, Heinrich Himmler, hij was van plan om Slovenië opnieuw te germaniseren. Want volgens de nazi's was Slovenië ooit Duits geweest. Zo claimden ze er dat er maar liefst 25.000 Duitsers in het gebied woonden. In werkelijkheid waren dit er 10.000 en die moesten worden aangevuld met Duitsers die afkomstig waren uit Roemenië en de Italiaanse gebieden. Maar hoe zat het dan met de Slovenen in dit gebied? Die moesten gedeporteerd worden. Vanaf juni tot november 1941 werden er zo'n 80.000 Slovenen gedeporteerd. Althans, het merendeel werd gedeporteerd. Er zijn ook Slovenen die op eigen initiatief zijn vertrokken. Sloveense cultuurinstellingen werden verboden en er vonden hevige represailles plaats wanneer Slovenen in verzet kwamen. Zo werden hier in deze stad Maribor in een gevangenis in 1941 al meer dan 100 Slovenen geëxecuteerd. En tot en met het einde van de oorlog werden er nog honderden andere Slovenen door de Duitsers doodgeschoten. Hoe zat het dan in Italiaans Slovenië? Nou, de Italianen waren veel milder dan de Duitsers. De Sloveense cultuurinstellingen mochten gewoon open blijven. En in het openbaar werden zowel het Italiaans als het Sloveens als taal toegestaan. Maar het Italiaanse gezag had zo zijn tegenstellingen. Want de Italiaanse fascist, die in Italiaans West-Slovenië, dat al van de Italianen was sinds 1920, Emilio Grazioli, hij wilde de Slovenen Italianiseren. En juist omdat het Italiaanse gezag zo mild was, waren er ook veel meer mogelijkheden voor verzet. En dat verzet kwam er, want de Joegoslavische Communistische Partij, die ondergronds was gegaan nadat de asmogendheden Joegoslavië omver hadden geworpen, die richtte het bevrijdingsfront op, de OF. En dat bestond uit Sloveense christelijke socialisten en linkse liberalen. Later begonnen de communisten dominant te worden in de OF. En zij pleegden sabotagedaden en aanslagen op geïsoleerde Italiaanse posten. In de heuvels rond Italiaans gecontroleerd Ljubljana, daar waren de partizanen de baas. De Italianen ondernamen steeds meer acties tegen de partizanen. En er werden ook razzia's ondernomen. Veel Sloveense volwassen mannen werden opgepakt en naar Italiaanse concentratiekampen gestuurd in Italië of in Kroatië. Naast verzet was er ook collaboratie. Slovenen die meewerkten met de Italianen. Zo richtten de Italianen een anticommunistische vrijwilligersmilitie op. En daarin zaten zowel Italianen als Slovenen. Toen Italië zich in 1943 overgaf, namen de Duitsers de Italiaanse gebieden
over. En zij richtten hun eigen collaborerende militie op. En zo ontstond er dus een conflict tussen de Slovenen die meewerkten met de bezetter en de Slovenen die in het verzet zaten. Dit werd door de historicus Pavlovic zelfs beschreven als een burgeroorlog. Het merendeel van de Slovenen hoopte dat de geallieerden spoedig zouden landen. In april 1945 trokken de Duitsers zich terug uit Slovenië. Maar niet de westelijke geallieerden of de Sovjets kwamen in hun plaats, maar de Joegoslavische partizanen. En er vonden zelfs nog gevechten plaats tussen verzetstrijders en collaborateurs na de Duitse overgave in midden mei 1945. Uiteindelijk ging Slovenië deel uitmaken van een nieuw Joegoslavië dat werd geleid door Jozef Broz Tito. Daarover meer in een andere video. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Ga ook naar mijn Engelse kanaal. Tot de volgende keer.